Margarethe en ik woon in Hulst. En wat voor vorm van kunst beoefent u? Heel eenvoudige dingen en het mooi proberen maken. Ja. Dus met klei werken. Wat is het mooie aan keramiek? De rust dat je ervan krijgt. Is het niet heel bewerkelijk? Ja. En hoe lang oefent u al keramiek? Goh, dan moet ik nadenken, maar ik denk dat dat al bijna 15 jaar zal zijn. Wat is het mooie aan keramiek? Ja. Het mooie van keramiek is van een stuk klei de fantasie door je handen laten gaan. En als je een beetje geluk hebt, er iets moois van te doen. Hoe lang doet u erover om zo'n creatie te maken? Dat is heel wisselend. Er zijn dingen die je vrij snel maakt, maar er zijn er ook dingen bij die veel ingewikkelder zijn en daar ben je aanzienlijk lang mee bezig. Dat zwarte kaartje, dat heb je niet in één avond gedaan. Maar dan mag het en dan moet het nog gebakken worden en dan moet het nog geglazuurd worden. En dat is ook nog arbeidsintensief. Ja, dit is een van de eerste creaties. Die heb ik in het eerste jaar gemaakt toen ik op les zat. Heel leuk. Ik weet niet of het de allereerste was, maar wel een van de eerste dingen. Dus dat koester u een beetje? Ja, het moeilijke is dat ik alles wat ik gemaakt heb wel koester. Maar je moet op een gegeven moment afscheid kunnen nemen van dingen. Want je huis is op een gegeven moment een beetje hol. Ja. En hier is aan kunst geld te verdienen. Val daar mee hoor. Ja, ik ben Lucie de Groene. En hoe lang doet u al keramiek? Goh, dan moet ik nou tellen. Ik denk een jaar of 18 dat ik dat. En nu zijn we gewoon heerlijk gezellig met z'n vieren. Elke week aan het keramieken. En u staat hier naast een creatie. Wat is dat? Ja, dat is een vogel. En daar heb ik eigenlijk best lang werk aan gehad. En ik heb gisteren nog zijn wimpertjes erin gedaan. Ik heb een borstel gekocht. Ik denk, oh, ik wil wimpertjes. Dus die heb ik er gisteren in gedaan. En hij is meteen verkocht. Dus ik vind het wel een beetje jammer. Heeft u heimwee? Oh, nu al, ja. Maar dat komt wel goed. Ik maak nog wel eens zoiets. Maar hetzelfde kan je nooit maken. Heeft u een bepaald thema? Ja, beestenboel, hè. Dat proberen wij nu wel een beetje te doen. Maar ik maak ook heel veel andere dingen. Dus, zoals? Ja, vrouwen, beelden, dat vind ik heel mooi. En voorwerpen, hè. Gewoon net als deze bol. Dat vind ik gewoon leuk om te maken. Gewoon dingen die eigenlijk niks zijn. En dat vind ik leuk. Ja. Maar zijn vrouwenfiguren niet moeilijk? Ja. Die zijn heel moeilijk. Hier zitten er ook twee, hier bovenop. En daar staan er ook nog een paar, daar in de verte. Ja, dat is, ja, daar heb je gewoon werk aan. Hè? Om de emotie uit te drukken. Ja, van, het moet wel wat wezen. Ja. Maar je doet het met liefde en plezier. Ja, ik wel. En dat blijf ik doen. Gelukkig. Nou, dat is mooi. Ja, dank toch? U. Dank je. Sandra Blommaert, ik ben van Keramiek in de Polder. Dit jaar was het thema beestenboel en vandaar dat ik beesten heb gemaakt om te voldoen aan het thema. Maar nu doen we dat met een clubje. Met vier mensen komen we wekelijks samen voor keramiek te maken. En nu moet het thema is vooral beesten. Dit jaar was het beestenboel. En deze beesten dan? Ja, dat is van Vera Schleibach. En ja, dat zijn de beesten dan. Die gaan met de auto op stap, een dagje uit. Ja, inderdaad, inderdaad.
komen hier samen, elke week, elke donderdag. Ja. Dus als er nog mensen zijn die mee willen doen, dan kan dat nog? Nee, wij zijn met vier. Mijn atelier is niet zo groot dus, en ik werk nog voltijds, dus voorlopig nog niet. Nee, dat kan nog komen. Ja. Een rode biet. Vrouw, maakt u ook kunst? Om te eten. Dat is meer culinaire kunst. Culinaire kunst, ja. En wat heeft u allemaal? Alles wat in mijn tuin groeit, verwerk ik tot lekkernijen. Namelijk? Confituur, jam, gelei, chutneys, siropen, kruidenzout, gedroogde kruiden, zalf, calendula zalf. Goudsbloemzalf. En dat is allemaal goed voor de mens? Allemaal heel goed voor de mens. Mevrouw, na Bernardus komt Margret. Ja, klopt. Dat klopt. Bernardus is een week geleden en nu zijn we hier. Voor twee dagen. Ook weer met uw hobby? Met mijn hobby, glaskralen maken. Het gaat eigenlijk om de kralen. Dat is mijn echte hobby. Om die zelf te maken. Maken, dat gebeurt hier. Ja. Met dit apparaat. Ja, met een brander. En met, om te beginnen glas. Die heb ik in allerlei kleuren. En dan heb ik een stokje met losmiddel. Dat glas, dat smelt ik hier in de vlam. En dat gesmolten glas, dat wikkel ik zo om het stokje. En zo ontstaat het begin van een kraal. En dan gaat hij in een malletje. Als je zo'n platte kraal wil, gaat hij hierin. Wil je een ronde kraal, dan gaat hij hierin. Wil je een andere platte kraal, dan heb ik nog zulke malletjes. Een rond, en ja, een rond, maar dan een beetje met een hoekje. Maar hoe lang duurt het dan voor u helemaal een ketting hebt? Nou, als u ieder kraaltje afzonderlijk maakt? Daar ben ik wel een dagje mee bezig. Ja. Hoeveel kralen zitten er op zo'n ketting? Dat is heel verschillend. Die zitten helemaal vol met kralen, net als die daar zo. Ik heb ze niet eens geteld. En net als deze, er zitten er een stuk of 15 denk ik, zitten erop. Maar daar ben ik wel lang mee bezig. Is het niet moeilijk om iedere keer dezelfde vorm te maken? Nee, eigenlijk niet, want ik bewerk het allemaal. Dan is de vorm wel hetzelfde, maar wat ik erin doe, die kleine details, die zijn weer allemaal verschillend. Dus ik kan altijd weer iets anders verzinnen, een bloemetje of een stippeltje. Kijk, net als deze, die zijn allemaal verschillend. Allemaal verschillend gemaakt met een luchtbelletje, de blaadjes, allemaal stippeltje voor stippeltje. En dat doe je dan weer met een glasdraad. Elk stippeltje, dat is een puntje met zo'n draadje in verschillende kleuren. En zo bouw je dat dan op. Maar dit is echt wel een serieuze dag werk hoor. Het is een beetje monnikenwerk. Ja, eigenlijk wel. Of nonnenwerk, of hoe noem je dat? Monnikenswerk. Dag mevrouw Linda. Hallo, goedemiddag. Wat voor kunst maakt u? Wat voor kunst maak ik? Allemaal van natuurlijke materialen. Zoals? Schelpen, gedroogde bloemen. Die schelpen haalt u natuurlijk uit de zee? Niet allemaal natuurlijk. Maar dan moet ik heel veel schelpen gaan rapen natuurlijk. Eet u dan iedere week mossels? Nee, dan laat ik aan iemand anders over. Dat is een soort reddingsboei. Ja. En waar zijn de gedroogde bloemen? Hier zijn de gedroogde bloemen. En daar. Ik heb natuurlijk een basis. Dat gaat allemaal vaak met piepschuim. En daar bouw ik op verder. Met gedroogde materialen of de schelpen. En dan gaat u ze bewerken? Dan ga ik ze bewerken, ja. Inderdaad. En dan maak je er een soort taart van. Een taart kan ik maken. Dat is dan het enige hoor. Eerst een boom. Maar dat vind ik wel, ik vind zo'n boek weer leuk om te maken. Ja. Af en toe. En ook deze zijn natuurlijk resten van de zee. Yes. Allemaal los op de werkjes.
Interesse? Ja, zeker. Waarin? En die kikker. Nou, het is een verkapte... het is voor een wijnfles, maar... Welke kikker? Deze. Waarom vind je die zo mooi? Ja, die vind ik gewoon heel mooi. Ja. Nou, een goede keuze, dacht ik. Dank je wel. Als ik uw kraam zie, mevrouw, dan bent u een ijverige bij. Dat is zo. En wat maakt u allemaal? Alles wat ik kan haken, dat haak ik. Dus alleen maar haakwerk. Van dekens, kussens, lampen, vogeltjes, van alles. Gelukspoppetjes. Het is meer een hobby, maar ik vind wel dat het betaald moet worden. Hoe lang doet u dat al? Ja, vanaf mijn 8e ongeveer. En ik ben nu 61, dus lang genoeg. U heeft een grote voorraad thuis. Nou, dit is ongeveer wel alles hoor. Maar al mijn kennissen en vrienden zijn voorzien en heel mijn familie ook. Dus dan zit er niet anders op dan het te verkopen. Hè. Dus vandaar dat u hier bent. Nou, ook voor de gezelligheid. Want je komt mensen tegen, je ontmoet veel mensen. En ja, gewoon gezellig. Het is wel een knusse omgeving hier. Ja, het is heel leuk. Het is net een Frans marktje. De muziek doet eraan mee en het terras. Het is echt gezellig. En ook onder de kraamhouders onderling is het heel gezellig. Dus we hebben gewoon een leuke dag. Ja, het is heel leuk, heel gezellig. Dus ja, we zien wel andere mensen. Je ziet ook eens keramiek en handwerk en zo. Ik vind het echt super. Heeft u een voorkeur? In ons dorp, dus dat is helemaal al plezierig om hier eens te komen. Dus ja. Heeft u een bepaalde voorkeur? Ja, ik hou zelf wel veel van keramiek. Dat vind ik... Ja, super. Een fixtje. Wat wordt dat? Wat moet dat worden? Dat is af. Dat is zo. Dat is af. Dus dat is iets dat je 360 graden kunt bekijken. Altijd een andere kant. En waarom die ruwe kant? Omdat die steen, toen dat ik mee begon, die steen had stukken tekort. En toch zag ik daar een vorm in. En dan heb ik die vorm zo genomen. Dat is net dezelfde vorm dat je achter je ziet. He, die, net dezelfde. Als je nu afstand neemt, he, dat is die vogel. Ga je nog meer achteruit, zie je een tweede vogel. Zie je? Het hoofd. Ja, het hoofd is eigenlijk... Mensen zien dat niet, maar... Als je afstand neemt, kun je een tweede vogel zien. Van deze culturele manifestatie? Lijkt me leuk, maar ik heb nog maar 2 steentjes gezien. Dus, Woont u hier in de buurt? Filipine. Speciaal voor deze bijeenkomst naar hier toe? Speciaal voor het komen. Ik ben hier nog maar net, dus ik moet nog kijken. Maar heeft wel belangstelling? Jawel, al heel veel jaren. Het is niet de eerste keer dat ik dit doe, dus ik ben ook heel selectief met waar ik naartoe ga. Ja? Ik kies van tevoren ook uit. Wat ziet u het liefst? Keramiek. Keramiek, ja. Ik vind het echt hartstikke leuk en een heel goed initiatief. Het is eigenlijk zo'n beetje een paste. Heeft u een bepaalde voorkeur? Nee, we zijn hier open-minded ingegaan en we blijven ons verbazen, iedere keer weer. Die dames zijn ook leuk. Ja. Heel leuk, heel mooi. Maar ik ben net, dus ik ga even kijken. Dan ga ik ook doen.